Op dit ogenblik is er ongeveer meer dan de helft, denk bijna 60% van het Soestse bos aangekocht door de Vlaamse overheid. De bedoeling van die aankoop is inderdaad vandaar een natuurreservaat, een Vlaams natuurreservaat te realiseren. Men is daar volop aan het werk rond dat project en men doet dat via een natuurinrichtingsproject. Dat is opgestart en dat zal een jaar of 5-6 duren. De bedoeling van dat project is inderdaad van allerlei ingrepen te doen die nodig zijn om daar een echt natuurreservaat van te maken. Dat heeft ook te maken met parkeerplaatsen, fietspaden, wandelpaden enzovoorts, allerlei voorzieningen, maar uiteraard ook het herstellen van de natuur in bepaalde gebieden waar inderdaad verkeerde ingrepen gebeurd zijn in het verleden. Dat is een natuurinrichting, dat is een heel mooi project, dat kost wel wat geld, maar het Soestse Bos verdient dat, hebben wij de indruk. En waarom is dat Soestse Bos zo interessant? Ten eerste, het heeft een heel rijke geschiedenis. Het Soestse Bos komt voor de eerste keer in een document voor in 1233. 1233 schenkt de toenmalige hertog van Brabant, Hendrik II, het ganse Soestse Bos en alle bezittingen die hij had in Westmalle en Soestel aan de abdij van Villers, Villers in Waals-Brabant. De bedoeling van de hertog was dat de paters Cisterciënzers daar een abdij zouden stichten. Uiteindelijk is dit niet gebeurd, is die abdij wel gesticht geweest in Hemiksem, de beroemde Sint-Bernardsabdij van Hemiksem. Maar de gronden die ze in Soestel hadden, de paters, bleven uiteraard in bezit en ze hebben daar dus ook een eigen woning laten zetten, het huidige Soestelhof of het Abtshof, waar de pater provisor, die zorgde voor het beheer van de goederen hier in de regio, waar hij zijn woning had. Men heeft dan op allerlei vlakken dat gebied proberen rendabel te maken. Ten eerste met een groot stuk bos, het Hooidonkbos. En dat heeft men beheerd vooral in functie van houtopbrengst en ook timmerhout, vooral timmerhout. In de Kempen waren nog zeer weinig bossen, een drietal. En dus de vraag naar timmerhout, zeker vanuit Antwerpen en vanuit de Brabantse steden, was redelijk groot. En de paters zagen vlug in dat dat bos rendabel kon gemaakt worden in functie van het verkoop van timmerhout. Anderzijds was er ook nog een groot gebied dat eigenlijk een soort moerasbos was. Wat inderdaad eigenlijk niet direct veel opbracht. Maar het probleem was dat de hertog van Brabant gezegd had dat dat bos niet mocht ontgonnen worden, want hij behield zich het jachtrecht voor. En inderdaad, een bosgebied is veel interessanter voor de jacht dan een open landschap. Op een gegeven moment geeft de hertog van Brabant dat jachtrecht op. En toen zijn de paters begonnen met die moerasbossen, van die eigenlijk volop te ontbossen en dan beemden te maken. Beemden, dat zijn laaggelegen grasweiden die niet dienen om het vee op te zetten, omdat inderdaad het veel te nat is, maar wel in functie van het hooien. Hooi was inderdaad het wintervoeder van het vee in die periode. Dat moet een immens werk geweest zijn, 140 hectare, dus helemaal ontbossen, ontwateren enzovoorts enzovoorts. Het was een heel arbeidsintensief werk. Maar anderzijds, het bracht hier ook heel veel op, want de beek die erdoor loopt is de Tappelbeek en die komt van Westmallebrecht, de kleistreek. En die brengt natuurlijk uiteraard in haar water kleideeltjes mee. En men had een systeem uitgedacht van spuien waar men het water kon ophouden en laten over de weide lopen om die vruchtbaarheid te vergroten door het afzetten van die kleideeltjes. En inderdaad, na jaren dat systeem toegepast te hebben, bleek dat inderdaad opbrengst van de beemden maal 2, maal 3 was. Dus er werd erg gevraagd, dat hooi van de hooitonkse beemden. Werd elk jaar
openbaar verkocht in een boshuisje de laatste eeuwen. En dat bracht erg veel op. Het heeft geduurd tot in 1954, die openbare verkoop. En dan is het een beetje stilgevallen, omdat inderdaad met nieuwe soorten grassen ook de boeren dichter bij huis hooi konden winnen en niet meer zo ver weg moesten gaan hier naar het Soestse Bos om hun hooi aan te kopen. Ze hebben ook de paters een andere activiteit ontplooid, dat was steenbakkerij. Ze hadden een steenbakkerij op de grens van Soersel-Westmalle, vooral in de 18e eeuw. En dat hadden ze vooral gedaan, die steenbakkerij, omdat ze van plan waren in Soersel al de gebouwen die ze hadden is grondig te vernieuwen. En had inderdaad baksteen voor nodig. Ze hebben inderdaad ook onder andere de spuilen in het Soerselbos hebben ze daarmee dus helemaal gerestaureerd en in steen gemaakt. Die vier spuien zijn er nog, die zijn ondertussen ook beschermd monument. En die zijn, laten we zeggen, terug bedrijfsklaar. Ze hebben ook, zelfs ook een grote boerderij, ze hadden vier grote boerderijen hier in Soersel en één in Westmalle. Ook volledig vernieuwd en gedaan. Anderzijds hebben ze een nieuwe residentie gebouwd voor de pater provisor, het huidige Soersel Hof. Ze hebben dan ook werken laten doen aan de kerk, aan hun steenbakkerij. Enfin goed, ze hebben daar in die periode die steenbakkerij laten floreren, want dat was inderdaad nodig voor al hun gebouwen. De paters Bernardijnen zijn hier vertrokken in Soersel met de Franse Revolutie. De Franse Revolutie, bij ons was dat in 1795, dat we definitief onder het Franse bewind kwamen. Toen zijn de paters moeten gaan lopen en alle kerkelijke goederen werden aangeslagen, werden onteigend en werden eigendom van de Franse Republiek. En in Soersel was dat inderdaad die 800 hectare. Die de paters daar hadden en ook alle gebouwen. Die zijn dan later openbaar verkocht. Heeft heel wat geduurd, heel dat allemaal verkocht was in een goede handen, want er waren ook heel wat avonturiers die erop speculeerden enzovoort. Die gingen dan failliet en moesten opnieuw verkocht worden. Laat ons zeggen dat rond 1820 het hele domein van de paters in andere handen was. Ongeveer een drietal grote eigenaars die zoiets 200-300 hectare hadden. En dat werd dan ook weer beheerd in functie van houtopbrengst en van hooiopbrengst. Men had zo'n beetje het systeem van de paters verder gezet. Dat werkte goed voor het bos en ook voor de hooibeemden. Maar hun pachters, met een zestal pachters, daar had men problemen mee. Men dacht van daar heel veel geld uit te halen. En de pacht werd eigenlijk een beetje te hoog gesteld, zodat vele pachters het na een tijd niet konden betalen. Gevolg dat inderdaad men pachters moest uitdrijven enzovoorts, dat de pacht niet binnenkwam. En dat inderdaad van die mensen die het aangekocht hadden, dat die grootgrondbezitters failliet gingen. Ze hadden een beetje vergeten dat de paters in der tijd hadden vroegen een lage pacht aan hun pachters, maar vroegen daarbij dat ze een aantal dagen per jaar, 30 à 40 dagen per jaar, voor dat bij zouden werken. Dus ze hadden eigenlijk goedkope arbeidskrachten en ook inderdaad een minder uitval van pachters. Dat was een heel goed systeem, omdat ze dan inderdaad hun systeem goed bleef draaien, geen problemen maakten. Ook de pachters waren er goed mee en ook daarbij was er goed mee. Uiteindelijk komt het ook weer terug realistisch, ook die nieuwe bezitters zien ook wel in dat ze inderdaad daar niet bergen goud gaan verdienen en worden ook een beetje meer realist. Het heeft zo geduurd, laat ons zeggen, tot in de jaren 1960. Drie grote delen. En dan in de jaren 60 wint zo'n beetje, wat ik straks al gezegd heb, die speculatie in functie van verkavelingen, recreatie en dat soort dingen. En daar komt de eerste plan, was inderdaad dat fameuze plan de Goudvink, om daar een exclusieve villawijk van te maken. Een tweede plan was, had een vijver gegraven voor de E34 om die op te hogen. En daar rond ontstonden plannen om daar een recreatiecentrum van te maken.
ongeveer 100 hectare groot, met het boshuisje als attractie. Het moest iets worden zo een beetje in de richting van Lunse Bergen boven Jaanland. En dan had je ook nog een paar plannen om er verbindingswegen door te leggen. Eentje van Westmalle naar Halle, nog eentje van Zandhoven naar Brecht, allemaal dwars door het Soeselbos. Dus dat is al in de jaren 60 begonnen. En we hebben dan kunnen redden, of een beschermd als landschap, maar toch was het domein sterk aangetast. Er waren nog enkele verkavelingen gerealiseerd ten noorden van het Soeselbos. Enfin, en ook een bepaald gebied, stonden heel veel weekendverblijven enzovoorts, dat eigenlijk van dat oorspronkelijke grote domein toch maar de helft van overbleef. Maar goed, het is in die zin, nu achteraf bekeken, een goede zaak dat het gered is, want het is ook qua natuur, qua geschiedenis, qua landschapsgeschiedenis, een erg belangrijk gebied gebleken. Bijvoorbeeld wat planten- en dierenleven betreft, het Soeselbos is erg gekend voor zijn paddenstoelen. Het is op dit ogenblik het meest paddenstoelrijke gebied van gans de Benelux. Een kleine 2000 paddenstoelen zijn hier waargenomen. Ook wat betreft de vogelstand, daar zijn bijvoorbeeld alle roofvogels die hier normaal kunnen zitten, zijn er. Ook wat het wild betreft, vooral de reeënpopulatie van Soeselbos is nogal bekend. Er zit er een 60-tal, 70-tal, dat varieert nogal eens, maar kom ongeveer die richting uit. Ook sedert een jaar of 10 is de vos terug en 2-3 koppels vinden hier een biotoop. Ook zangvogels enzovoort, te veel om op te noemen. Nog een andere, iets erg specifieks voor Soeselbos is dat ze rijk zijn aan autochtone bomen en struiken. Een autochtone boom of struik is een soort die hier in onze streek aanwezig is sedert de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden. En die soorten zijn hier blijven bestaan, is altijd voortgeplant, voortgezaaid. En daar zijn er redelijk wat, een 20-tal, wat erg veel is. En een paar heel specifieke bomen zitten daartussen. De meest bekende zijn de fladderiep of de steeliep. Hier staan hier 4 exemplaren. 2 knotsoorten, dus die op 2 meter geknot worden om de x aantal jaren. En ook wat men noemt hakhouten, dus dat laag bij de grond afgehakt wordt. Men schat dat die alle 4 zo ongeveer 3 tot 4 eeuwen oud zijn. Ze zijn toevallig ontdekt geweest in 1985 bij de inventarisatie van Soeselbos. Zo heeft men niet lang geleden ontdekt dat hier heel wat houtskool moet gebrand geweest zijn in de vorige eeuwen. Men heeft er ook een opgraving rond gedaan. Men heeft 50 van die brandplaatsen kunnen vastleggen en opmeten en bemonsteren. Men heeft er houtskooltjes uitgehaald. En dat wordt nu onderzocht op soorten, zodat men weet wat in die periode in het bos groeide. En ook waarschijnlijk hoe groot ze waren, hoeveel opbrachten, dit en dat. Moet allemaal nog onderzocht worden, maar het is redelijk spectaculair dat men daar inderdaad 50 van die houtskoolmijlers, heet dat, dat men die gevonden heeft.